Met VHP-parlementariër Krishna Mathura spraken wij over twee onderwerpen. En dat zijn dan de uitspraken welke president Desi Bouterse heeft gedaan bij zijn 25 februari speech, waar hij een berekening heeft gemaakt voor de VHP, hoeveel zetels de VHP zal halen. Wat Mathura zegt is dat de president toch wel altijd een misberekening maakt. En niet vanaf nu, maar al vanaf de jaren 80. Waarover we ook met haar spraken is de brief, de correspondentie tussen minister Hoefdraad en de gewezen governor Glenn Gersie. Delen van de brief of de brief die is er beland bij de media en delen daarvan zijn gepubliceerd. En dat zorgt toch wel voor heel veel verontwaardiging bij met name parlementariërs, omdat het parlement naar dit schrijven heeft gevraagd en het nog niet eens daar is beland. U hoort VHP-parlementariër Krishna Mathura. Het interview is vastgelegd door Karen Saktu. Heeft de president het aan de rechte eind of maakt hij nu al een berekeningsfout? Hij heeft altijd een berekeningsfout gemaakt. Vanaf 1980, toen hij met geweld de macht overnam. Dat was ook een fout, een inschattingsfout. Die ontwikkeling is niet gekomen. De koers, toen hij zei van hij gaat de koers omlaag brengen, dat was ook een berekeningsfout. Hij heeft het niet kunnen doen. En ja, nu weer maakt hij een berekeningsfout. Dat zijn we gewend van de president, dat hij aan het bluffen is. Hij is 3 keer aan de macht geweest en 3 keer heeft hij niets anders dan, hebben we als Surinamers niets anders dan ellende meegemaakt. Er zijn natuurlijk wat goede dingen, wat bruggen, et cetera, gebouwd. Maar voor meer dan dat heeft hij niet kunnen doen voor die samenleving. Als je kijkt dus naar de mate van geweld, 80, 87... ook tijdens Bosje, maar nu weer, de koers, de economische situatie. Het is allemaal kommer en kwel geweest voor de samenleving. Dus ja, ik hecht niet zoveel waarde meer aan de woorden van de president. En het is jammer, want hij is toch ook mijn president. En je wil wel vertrouwen hebben en je wil wel trots zijn op die president als burger van het land. Maar helaas, wat ik alleen erop wil zeggen is, kijk, macht zonder verantwoordelijkheid en zonder resultaat blijft pure macht. Je zal niet iets ermee kunnen bereiken. Je zal niet het vertrouwen van die samenleving krijgen. En wij van de VHP, wij storen ons niet aan de uitspraken van de president. Wij zijn bezig te bouwen aan vertrouwen. We zijn bezig mensen te verbinden met elkaar. Traditionele groepen die gescheiden waren, juist door deze leiders als de president, want nu weer zegt hij van het binnenland is voor een bepaalde groep. Precies daar zie je hoe zij aan de ene kant zeggen van eenheid en vaderlandsliefde en samen met elkaar leven, maar aan de andere kant zie je dat ze keihard weer het volk in hokjes zetten en verdelen. Weet je, eigenlijk groepen ophitsen tegen elkaar. En ik denk dat we anno 2020, bijna 2020, geen leiders willen hebben die op basis van angst en verdeeldheid willen regeren. We willen leiders hebben die op basis van zelfvertrouwen, uit liefde voor het land, om mensen te verbinden, dit land moeten regeren en eigenlijk competent zijn, competenties hebben, kundig zijn om het land te regeren en uit die crisis te halen. En dat is de VHP. Wij zijn bezig mensen te binden. We zijn niet bang. We zijn absoluut niet bang. We zijn echt bezig te werken, alle groepen bij elkaar, zodat we inderdaad, en dat hebben we nodig nu in deze tijd, in die crisis, we hebben iedereen nodig om all hands on deck Suriname uit die crisis te halen. Bent u van oordeel dat de Orange Movement de president bezighoudt, wanneer we toch wel merken dat hij als een datum van 25 februari ervoor kiest om in zijn speech ook nog te praten over de VHP? Ja, kijk, natuurlijk angst. Hij is bang voor de kracht van de VHP. Maar ja, ik denk, en dat geeft weer zijn zwakte aan, zijn angst en onvoldoende zelfvertrouwen. Kijk, als je weet,
Als je vertrouwen hebt dat je goed beleid hebt gevoerd, dan zou je niet bang zijn voor de VHP. Maar de president weet dat hij geen goed beleid heeft uitgevoerd. Dat de resultaten die hij beloofd had aan die samenleving, dat hij niet gehaald heeft. En ik heb maar één boodschap aan de president. Hij kan liever zich bezighouden met de beloftes die hij aan het volk heeft gemaakt, om proberen die belofte waar te maken. En niet zoveel bezig te houden met de VHP. Laat de VHP. VHP is bezig. Als ja, het, wij zijn bezig met onze werk, onze ideologie, met onze job om het volk bewust te maken, om het volk te educeren, om het volk te ondersteunen in deze crisis. En nou, wij hebben geen boodschap aan dat van de president. En mijn boodschap aan hem is, laat hij bezig zijn met het beleid. Hij heeft de macht en laat hij die macht gebruiken om Suriname uit die crisis te halen. Hij is nu al bijna 8,5 jaar aan de macht. Laat hij proberen die crisis te bezweren. Als jullie zo bezig zijn met Meet the People campagne, huis aan huis, praten jullie wel eens met de burgers over de Paarse Partij, de NDP? Nou, ik hoef niet eens te praten. Ik heb op adressen ben ik gekomen waar mensen zeggen van als je van de NDP bent, jag ik je weg, je moet je poot niet hier trappen. Dus dat soort dingen heb ik meegemaakt met Meet the People. Ik hoef er niet eens over te praten. Ik heb niet de behoefte om over NDP te praten. Waar ik behoefte aan heb te praten is luisteren naar wat mensen ervaren in deze crisis. En de verhalen zijn zeer triest. Ik heb verleden iemand gehad die 10 keren bij wie 10 keer is ingebroken. Ik heb mensen gehad die bijvoorbeeld hun medicijnen niet kunnen kopen. Ik heb mensen gehad die hun kinderen van school hebben gehaald, omdat ze schoolgeld niet kunnen betalen. Ik heb mensen gehad die oud zijn en naar 3 apotheken moeten gaan voordat ze een medicijn vinden. Ik bedoel, mensen die nu griep hebben, waar blijkt dat vaccins er niet zijn. Wat praten we over in dit land? En dan zeg ik van, dat zijn dingen die heel ingrijpend zijn en heel veel veroorzaken, en bij mijzelf ook hoor, dat je eigenlijk aan de ene kant leiders hebt die macht hebben, waar mensen vertrouwen in hebben gesteld, en dat ze met die macht niet in staat zijn om dit soort situaties te verhelpen, dat ze kunnen oplossen, terwijl ze bluffen hoe goed ze zijn. En aan de andere kant zijn er leiders en mensen in dit land die willen helpen, maar dat ze eigenlijk die macht niet hebben. Ze zijn niet in de positie om oplossingen te brengen. En dat is heel erg, ja. Wat we de afgelopen dagen ook veel in de gemeenschap hebben gehad, mevrouw Matura, is de brief die het parlement heeft gevraagd aan de minister van Financiën. Nou schijnt dat de brief wel is beland bij delen van de media. En delen uit de brief die zijn er ook gepubliceerd. Heeft u hiervan notie genomen en mogen een reactie van u hierop? Ja, ik heb notie genomen. En ik vind het verschrikkelijk. Ik denk dat voor mij is Hoefdraad nooit een betrouwbaar iemand geweest. En dit is niet de eerste keer dat hij gelogen heeft in het parlement en daarbuiten. Ja, voor mij, ik heb het al in 2016 had ik al gezegd van ik hoef geen monetaire kennis te hebben, maar ik heb wel kennis om boeven te herkennen. En ik herhaal dat eigenlijk, van ik hoef geen kennis te hebben, maar ik kan optellen en aftrekken. Ik heb wel kennis om boeven te herkennen. En voor mij is hij een pathologische leugenaar. En ik zeg dit niet omdat ik hem onaardig of omdat ik onaangenaam wil zijn. Maar ik vind het vreselijk dat 1 persoon ja, zoveel macht in dit land kan hebben. En kan breken en maken. En Suriname in zoveel ellende kan storten. Zoveel mensen pijn kan doen. En niemand van de coalitie treedt op. En niemand die hem tot orde kan roepen. En dat in tegendeel de coalitie hem alle ruimte geeft. Dat hij alle mogelijkheden krijgt om eigenlijk als een lord te leven. De hele wereld af te reizen. Suriname te verbinden aan zulke nadelige situaties waar we misschien jaren nog de prijs voor gaan betalen. Ik bedoel, dat zou toch niet mogen. Ik noem maar een paar van de dingen. Hij heeft in mei 2015, heeft hij samen met de president een presentatie gehouden, vlak voor de verkiezingen, waar hij zei van, de economie ziet er rooskleurig uit.
Er is geen enkele reden om paniek te hebben. Er is geen enkele reden om te twijfelen. Kort na de verkiezingen blijkt dat de economie in een crisis zat. Hij heeft op een lezing van de VES toen voor de verkiezing ook nog gezegd van er komt geen devaluatie. Met stelligheid zeg ik dat er geen devaluatie komt. Wat is gebeurd? Die devaluatie is gekomen. Hij zei van in 2016, 2017 gaat rooskleurig eruit zien. Die raffinaderij gaat open. We gaan zoveel geld binnenkrijgen dat we niet eens gaan weten wat we met het geld zullen doen. Wat is gebeurd? Die raffinaderij is open gegaan en we betalen brandstof. Government take is verhoogd, brandstofprijs is verhoogd. En nu betalen we nog extra rij- en voertuigenbelasting gaan we betalen. Ik bedoel, wat voor persoon is zo iemand? Daarna zei hij, als Newmont in productie gaat, gaan we zoveel geld hebben, het ergste zal voorbij zijn. Newmont is al 1,5 jaar in productie. Ja? Hij heeft de hele wereld afgereisd om geld te lenen. Die crisis is niet opgelost. Die koers is met nog geen 10 cent naar beneden gegaan. Integendeel, klim die koers. Ze hebben 2,80 overgenomen. Als regering Boutersen in staat was om die koers met 20 cent naar beneden te krijgen, naar 62, dan zou ik zeggen, wauw, ze hebben iets gedaan, we moeten op ze stemmen. Ze hebben die koers niet eens met 20 cent naar beneden kunnen brengen. Ze hebben die koers gebracht van 2,80 nu naar bijna 8 SAD. Ik bedoel, is dat een verdienste? Is dat niet pathologisch leugens vertellen aan die samenleving? Is dat niet een grove misleiding van het volk? En dit is de aard van de NDP. Hè? Dit zie je, dat dit niet één persoon is. Het is de aard. Dit is wat al die jaren gebeurd is. En ik voer terug naar de jaren 80 en 82. Waar gezegd werd toen de mensen van in 82 vermoord waren. Dat ze zeiden van ze zijn op de vlucht geschoten. Wat blijkt uit onderzoek? Dat het nooit op de vlucht zijn. Die mensen nooit op de vlucht zouden kunnen zijn beschoten. Omdat die mensen van voor en achter en gemarteld waren. En dat is toch een grove leugen. Grove leugen. Dus die leugens zijn vanaf toen begonnen. Het is helemaal in het karakter van de mensen om te liegen. Ik ga u ook zeggen, ik heb heel veel keren criminelen gehad voor me. Mensen die bijvoorbeeld koelbloedig iemand vermoord hadden. En dan kwamen ze naar mij en bij het verhoor zeiden ze, nee, kom maar, ik heb niets gedaan. Dat soort dingen zie ik. Ik denk, hoe kan dit bij dit soort mensen? Hoe kunnen mensen zo cool zijn dat je verantwoordelijkheid neemt van 500.000 mensen en dat je zo onachtzaam ermee omgaat? En dit zeg ik niet omdat ik van de oppositie ben of omdat ik onaardig wil zijn. Het doet me pijn. Het doet me vreselijk pijn dat mijn land, waarvan ik hou, waar ik 37 jaar lang mijn krachten aan heb gegeven in zoveel functies, naar eer en geweten. En niet alleen in overheidsdienst, ik heb daarbuiten ook zoveel dingen gedaan. Dat doet het me pijn. Een land waar er zoveel potentie is. Honderden kilo's goud, duizenden kilo's goud, goud, vissen, hout, water. Zoveel potentie. Niemand zou in dit land moeten pinaren. Niemand. Zoveel grond. Iedereen zou een stuk grond kunnen krijgen. Dat leiders in dit land zo omgaan met mensen. Zo omgaan met overheidsmiddelen. Zo omgaan met vertrouwen. Zo omgaan met democratie. Zo omgaan met rechtvaardigheid en eerlijkheid. Dat ze gewoon in staat zijn in het parlement voor ieder te liegen. Terwijl ze moeten hebben geweten dat, ook al zou ik liegen, ik bedoel die brieven, gaan een keer toch uitlekken. Ze gaan toch naar buiten. Maar dat ze zo opzettelijk liegen. Niet eens een beetje gevoel hebben van, weet je, nee, laat me dit niet zeggen. Want straks gaat deze informatie naar buiten lekken. En dan gaat men weten dat ik hier aan het... Nee, het deert hun niet. Weet je, en dat vind ik zo erg dat we juist deze mensen geplaatst hebben in leidinggevende functies binnen de overheid. Dit zou nooit mogen, dit kan niet. Dit is zo grof. Dit is zo kwaadaardig.
dat je dit niet moet hebben. Dit kan het parlement nog iets doen, mevrouw Matura? Ja, het parlement, als ze willen, kunnen ze iets doen. En daarvoor heb je de meerderheid nodig. En die meerderheid zou het vertrouwen kunnen opzeggen in de regering of in de minister of in de regering. Want, kijk, helaas, ik moet zeggen dat ik hoop dat ze het een keer doen, dat ze loyaliteit loslaten en dat ze hun loyaliteit naar het volk tonen. Hetzelfde volk dat ze gekozen heeft en dat ze daar heeft gezet. Je eerste loyaliteit is naar het volk toe. En dat ze niet kiezen voor de loyaliteit van hoefdraad en loyaliteit aan leugens en loyaliteit aan misleiding, wat ze eerder al hebben gedaan. Ik hoop dat ze dit echt inzien. En ik hoop dat vooral de voorzitter van de Nationale Assemblée, die een vrouw is en die de pijn van elke vrouw zou moeten begrijpen, dat ze een keer ook opstaat en zegt van dit pik ik niet als voorzitter.